Dit waren de eerste reclamealbums die Hoijmeijer samen met zijn collega beschuitfabrikanten hebben uitgebracht. Velen bloemen en cadeaus kwamen brengen, stapten rond het middaguur een stuk of wat parmantige miniatuurbakkers over de oprijlaan. Ze torsten een beschuit van een halve meter doorsnee. In de bioscopen draaien er reclamedia's van Hoijmeijer. Voor de klantenbinding worden er in de beschuitrollen plaatjes mee verpakt, die de jeugd kan sparen en in prachtige albums plakken. Die worden door Hoijmeijer zelf uitgegeven. Hiervoor zijn befaamde publicisten zoals Maarten Toonder en de in schepen gespecialiseerde auteur en tekenaar Frans Narebout aangezocht. En nu zijn die albums en de beschuitbussen gewilde objecten die via internet hun weg vinden naar verzamelaars. Veel Rotterdamse trams krijgen een reclamebord. Er wandelen onder grote belangstelling van kinderen enorme beschuitrollen door de straten van Rotterdam. Voor de gedrukte media komt de bekendheid van Zwiebertje goed van pas. Als in 1947 prinses Marijke wordt geboren, gaat Hoijmeijer prompt naar Paleis Soestdijk om daar beschuit aan te bieden. Een ballonoplating in 1953 in het Westland. En hier nog een grote neonreclame bovenop het groothandelsgebouw in Rotterdam.